We zitten hier in het kloppende hart van de Nederlandse gamescene op de Dutch Game Garden. En we zitten hier in een gebouw met een stuk of 30 gamesbedrijven. En dit is de studio van Hubhub. Die is nog een beetje leeg. Maar die komt binnenkort ook vol te staan. Dus alles wat een beetje met games te maken heeft, een beetje indie, zit wel hier in Utrecht. Oh, dit is echt alles. Er zijn gamevertalers zitten hier, indie gamers. Van alles wat met games te maken heeft. Er zijn 30 bedrijven en je hebt eigenlijk elke rader uit de sector, die heb je hier wel aanwezig. Dus dat maakt het wel grappig, omdat eigenlijk alles hier wel vertegenwoordigd is. Nou, het is grappig dat de Utrechtse games zien, er gebeurt hier best wel veel. Alleen, die communiceert niet zo goed met wat er in Amsterdam allemaal aan de hand is. Dus ik dacht, het is misschien handig als ik gewoon eens in de zoveel tijd een update uit Utrecht stuur. Als een soort ansichtkaart. Er gebeurt heel veel, het zijn heel veel events geweest pas. En binnenkort, je hebt de nominaties voor de Indie Game Festival. Er zijn heel veel nominaties voor. 400 games van het afgelopen jaar. En er zijn ook best wel wat Nederlandse games die hier gemaakt zijn ingestuurd. Voor de Indie Game Festival Awards. En dus ik zal daar even een lijstje van posten straks met alle Nederlandse games. Er zit best wel wat leuke tussen. Dus games van Flambeer, van Monobanda, van... ja, noem maar op. En binnenkort in november zijn de Dutch Game Awards in Amersfoort, geloof ik. Met daarop games die in Nederland gemaakt zijn. Dus je hebt de serious game die genomineerd is voor de Dutch Game Awards. Dat is de Juf in the Box van Runge. Het is zeg maar voor kinderen op lagere school een soort game waarmee ze kunnen leren lezen en schrijven. En dat is best wel leuk gedaan. Dus ik zal even de video daarvan bekijken. Dan kan je gewoon zien dat de kinderen met een tablet gewoon een soort juf in een tablet hebben eigenlijk. En dat ze dan op die manier veel sneller kunnen leren lezen en schrijven. Nou, het is best wel veel mensen met heel veel eigen mening en een soort apart design. Dus dat Nederlandse design, maar dan niet zo clean zoals je van het Nederlandse productontwerp gewend bent, maar meer een soort Nederlands eigenwijs design. Beetje bij de hand. En dat doet het wel goed, geloof ik. Ja, dat is echt de droom hier, is om gewoon een game te maken die niet heel veel tijd kost, maar die wel veel betekent voor mensen en waarmee je echt dingen kan veranderen voor hun. Die mensen graag willen veranderen. Dus maatschappelijke of organisationele verandering, dat is zeg maar wat wij hier heel graag willen doen. Kars heeft een tijdje geleden een game gemaakt, Koppelkiek, voor een wijk in Utrecht hier. Zodat mensen met elkaar fotoopdrachten moeten doen met mensen die ze niet kennen in dezelfde wijk. Dus dan moet je met iemand bij zijn voordeur op de foto. En dan ga je met die persoon praten. Dat zou je dus anders niet doen. En dan krijg je punten. Ja, dat was best wel een leuke game. Dus je komt gewoon... ja, door die game als excuus kom je in contact met mensen. En dat is een beetje wat we willen bereiken. Dus sociale verandering, sociale contact, cohesie. Door middel van games.